Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 34 hier in China. Ronde nummer 2 van seizoen 3. Heb je die vorige video in Australië gemist, de seizoensopener? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We wonnen daar de wedstrijd na een mooie strijd met Carlos Sainz in de laatste paar race rondes. En ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Pakte ook in die vorige video de snelste race ronde punt. Er zijn nu 8 punten los van Sainz. Dat is goed om te zien. Kijken wat we in China kunnen doen. Kunnen wij weer naar de overwinning rijden? Of moeten wij dit keer tweede of derde zijn? Je weet het maar nooit. En volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnamen, zijn in de beschrijving. Wat je nu op het scherm ziet is een sponsorship renewal. Gaan dus de sponsoren veranderen. Komen andere sponsoren dus op de auto te staan vanwege, hoop ik, hogere inkomsten. Moeten Mika Hakkinen voor de rest van het seizoen zien te bewaren. Nog 7 rondes te gaan en dan moeten zijn contract verlengen, want om de 8 races moet zijn contract worden verlengd. Dus vandaar. Goed verhaal. Dus we kijken gewoon even welke het meeste geld opbrengt. Welke het meest realistisch is. Wat we kunnen gaan doen met onze auto. Sponsoren dus behaald. Kunnen er nog eentje extra kopen. Alleen daarvoor moeten we wel level 25 zijn bij het Team Acclaim. Nu ook even de sponsoren aanpassen, want dit zijn nog de oude sponsoren die op de auto staan. Nou, dat hebben we dan allemaal al gedaan. We kunnen nog even kijken wat we kunnen doen met onze resourcepunten. Er komen wel wat updates binnen. Nou, nieuwe onderdelen zijn dus op de auto toegevoegd. En koop er gelijk eentje weer erbij. Dit zijn dus de updates die eraan zitten te komen. En dus we stijgen dus in de performance index. Dat is goed om te zien. En dan vind ik het wel tijd voor de kwalificatie. Kijken wat we kunnen gaan doen hier in de grote prijs van China. Kunnen wij echt 2 uit 2 van maken? We gaan het zien. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of we ook kunnen doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel in de grote prijs van China. DRS geopend. En dan gaan we dus een tijd noteren op dit circuit. Deze hele lange doordraaien naar de rechterkant verloopt hartstikke goed. Tweede bocht verloopt ook prima. Daar helaas de apex gemist in bocht nummer 3. Kom aan bij bocht nummer 5 met paars in sector 1. Ongeveer 14 minuten nog op de klok. En dan komen we aan bij de laatste bocht. En DRS dus geopend. En dan laten wij de snelste tijd noteren. Goed gedaan. Prima ronde. Kom maar aan bij Q2. Zijn we inmiddels aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. En kijken of wij het ook bij 1 run kunnen gaan houden. Dan sparen we een setje zachte banden uit. Daar missen we de apex in bocht nummer 2. Dat is minder. Helaas ook de apex gemist in bocht nummer 3. Zijn we aanbeland bij het einde van mijn eerste ronde in Q2. Daar wat te wijd. Heeft ons wat tijd gekost. Pierre Gasly naar de snelste tijd in Q2.
en DRS dus geopend en wij pakken die snelste tijd af. We aanbeland bij onze tweede run als het daar bijna misgaat tussen Lance Stroll en mijzelf. Heel veel jongens zijn naar buiten voor ook een tweede run. Wij moeten dus even door het verkeer zien heen te rijden. Op dit moment een derde positie. Kijken of dat ook goed genoeg is. Zo niet, dan zijn we er gewoon. Mocht er iets misgaan met de tijden van ons, dan kunnen wij onszelf gewoon nog verbeteren. We hebben nog ongeveer 1 minuut en 40 seconden op de klok. Dus we hebben nog tijd om een tweede run hierna te doen. Maar gaan er gewoon volle bak voor stampen om door te kunnen komen naar Q3. Ik kwam er nu pas achter dat Hotlap was heel laat was ingeschakeld. De ERS-mode dus. We zijn inmiddels doorverwezen naar een vierde positie. Inmiddels een P6. En het gaat hier helaas niet goed. In deze ronde moeten we helaas afkappen. Dat is minder. En we laten Piastri voorbij. Zijn we aanbeland bij Q3, het laatste kwalificatiedeel voor de race met er ongeveer 9 minuten op de klok. We doen het hier rustig aan en gaan nu volop het gas. Zo min mogelijk wielspin hebben op de exit. Kom aan bij de eerste bocht. Nemen we heel erg goed. Apex mooi geraakt. Bocht nummer 2 wat te wijd. Maar goed, het is allemaal geen probleem. Kom aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q3. Perez voorlopig naar de pole position. Maar Carlos Sainz pakt hem af. DRS geopend en wij zijn naar een P6 gegaan. Dat is minder. Einde van Q3 met er ongeveer 1 minuut op de klok. Nog steeds een zesde positie achter onze naam. En kijken wat we kunnen gaan doen in deze laatste run. In het laatste kwalificatiedeel. Kunnen wij naar die pole position toe rijden? Of wordt het helaas een P6? Dat is nogal de grote vraag. Daarna wel groen in de delta. Nu weer rood. Dat is minder. Nu weer groen. Jazeker. Met paars in sector 1 en 2. Op dit moment een 8e positie. Iedereen is al over start-finish heen gegaan. Waar staan wij zo meteen? Want wij komen als laatste over de finishvlag. En DRS geopend. En dan pakken wij de pole position. Goed gedaan. Goede ronde. En pakken Sainz op 2/10. Perez volgt op ruim 4/10. Dus dat is goed om te zien. En dus op naar de race. En kijken wat we dan kunnen gaan doen voor aflevering nummer 34. Daar gaan we dan. The Chinese Grand Prix then is upon us once again. A race that saw Michael Schumacher claim his final Formula One victory in 2006, as well as Red Bull's first with Sebastian Vettel in 2009. There's no doubt plenty more drama to come here in Shanghai. We're here in the Yangtze River Delta today, home of the 16 corners that make up the Shanghai International Circuit. 54% of this 3.3-mile lap is taken at full throttle. We'll be getting up to speeds of around 200 miles per hour with DRS assistance down the back straight before the cars break into the tight hairpin at turn 14. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The professor lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. As we continue through the rest of the grid today, we have Perez, Russell, Verstappen, Leclerc, Gasly, Stroll, Oscar Piastri, Norris, Ocon, Albon, Hakkinen, Richard Vachon, Hülkenberg, Drugovic, Magnussen, Joe, Sargeant, Bottas, Tsunoda, and Nyck de Vries. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track.
Can I get your take on Ferrari? And we welcome Anthony Davidson to the commentary box once again. And we've got new aero reg changes. It's going to take some time to work these out. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs. But this is only the first step down a long road of development. And even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Nou, het doel is dus duidelijk opnieuw een top 10 finish zien te behalen in deze wedstrijd. We gaan de strategie aanpassen naar soft medium. Harde band heb ik niet zoveel vertrouwen in. Is ook niet de sterkste band om de race mee uit te rijden. 20 rondes duurt niet al te lang, dus zacht medium is een prima keuze. Hetzelfde geldt voor Verstappen die op de zachte band start. Sainz, Perez en Russell allemaal op de medium band. Formatieronde gaat dus nu beginnen. Nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten van de engineer. Banden op temperatuur brengen, remmen op temperatuur brengen. En als we dan zometeen bij onze startpositie zijn aanbeland, dan gaan we gewoon beginnen voor race nummer 2 van seizoen 3. En komen prima in onze gridslot terecht. Jazeker, 0,2 meter ervan af. Dat betekent dat we nu moeten wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 34 alweer. Hier in China. We vertrekken dus vanaf pole position. Geen regen voorspeld. Blauwe lucht met wat bewolking. Goed om te zien. Iedereen is dus bij zijn positie. En dan gaan we dus gewoon beginnen voor aflevering nummer 34 hier in China. We starten dus vanaf pole position. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen heel goed weg. Russell is ook prima weg. Gelijk naar P2. En wij behouden de leiding dankzij die zachte band. Verstappen zakt heel ver terug. P4 is het voor hem. Perez naar P3. Sainz is op P5 en wij dus aan de leiding en staan nog gelijk een gat naar George Russell. Is nu ongeveer 16e. Hopelijk dat het alleen maar groter en groter wordt in deze race. Laat de paars in sector 1 noteren. Dat is goed om te zien. En zo hebben wij de openingsfase overleefd. Einde ronde nummer 1. Als Russell daar aanvalt, is snel met die Mercedes. Maar wij remmen als laatste, hoop ik, jazeker. En zorgen ervoor dat Russell niet in kan sturen. Dat betekent dat Verstappen volgens mij weer een aanval kan wagen bij de Brit. Perez nu naar P3. Verstappen zakt een positie, maar Max neemt die plek weer over. Noteren het zelfs raceronde. Russell kan hier helemaal niks. En dat is goed om te zien. Nog steeds in ronde nummer 2 als we daar wat te wijd gaan. En dat ziet Russell. Kan proberen aan te vallen aan de buitenkant. Hetzelfde geldt voor Verstappen. 3 dik hier, maar dat lukt niet. Wij komen met een moment overstuur als winnaar uit die strijd. Maar ik merk nu dat de rest vele malen sneller is op dat rechte stuk. Die hebben ook volgens mij de banden beter op temperatuur. Geen idee hoe we dat hebben kunnen mislopen. Maar nu volgt dus het lange rechte stuk. Wat kan Russell? Wat kan Verstappen? Wat kan Leclerc? Hier niet zoveel. Ze komen tekort. Begin ronde nummer 5 als Max daar een aanval deed voor de leiding. Kijkt hij wel naar de binnenkant. Maar zit ernaast? Is er nog niet voorbij? Verstappen kan hier achterlangs terugkruisen. Misschien nee. Sainz naar P2. Weinig steeds aan de leiding in de grote prijs van China. Nog 15 rondes te gaan. Geen idee waar Mika Hakkinen rijdt. Hopelijk in de punten. Hier, 3 dik op het rechte stuk. Verstappen en Sainz zijn ons gepasseerd. Maar wij kijken daar terug. Daar was trouwens ook even George Russell die daar mee ging. Maar het lukte daar net niet. We schieten hier door. Sainz op de exit. Aan de binnenkant. En dat lukt net. Jazeker, goed gedaan. Sainz toucheert Verstappen op de exit. En we zitten in ronde nummer 6 van de race.
4,6 seconden is het naar Mika Hakkinen toe. Die rijdt volgens mij dus in de punten. Dat is goed om te zien, heeft er dit seizoen nog geen gescoord. Kwam helaas tekort in de openingsrace. Onder nummer 9, als we naar binnen duiken voor onze laatste pitten van de dag. Verstappen gaat met ons mee. En we duiken dus naar de mediumband in ronde nummer 10 van de race. En Mika Hakkinen is mee naar binnen. Hopen dat dat ook een soepele pitstop voor hem wordt. En dat hij snel weer de baan op kan. Nog 10 rondes te gaan in de race. ...2,3, een hele goede pitstop. En komen dus mooi voor Verstappen weer de baan op, terug op een 14e positie. Hakkinen dus naar de mediumband. En komt dus mooi voor de jongens terecht. Is nu virtueel derde. Dat is goed om te zien. Hakkinen kan hier voor zijn podiumplek gaan knokken. Sinds zijn terugkeer moet hij vooral doen. We zitten op de helft van de grote prijs, dus ja, er kan nog van alles gaan gebeuren. Maar goed, het ziet er wel heel goed uit voor ons als team. Onder nummer 15. Zelf aan de leiding. Max 2, Hakkinen nog steeds op het podium. Dat is goed om te zien. Maar ik zie daar iets gebeuren. Gele vlag. Het zal toch niet? Het zal toch wel. Mika Hakkinen valt uit. In ronde nummer 15. Had gewoon P3 in handen. En helaas geeft de auto de geest bij mijn teamgenoot. Reed gewoon op podiumkoers. Moest dit nog 5 ronden vol zien te houden. Ik denk dat het een motorisch probleem is. De Mercedes motor geeft op. En moet hier de strijd staken. Kostbare punten gaan verloren voor hem en mijzelf. Want wij vechten met Mercedes en Ferrari voor het constructeurskampioenschap voorlopig. Ik zit in ronde nummer 16 van de race. Even wat informatie van de engineer. En als het zo staat, leiden wij nog steeds het klassement. We gaan daar wat te wijd. Dat ziet Verstappen. Wat kan hij zometeen met de DRS? Kan hij aanvallen? Ik denk het wel. Gooien hier nu denk ik onze overtakenknop aan. Jazeker. En Guang Yuzhou is uitgevallen. Guang Yuzhou valt uit in de grote prijs. Kort nadat Hakkinen uitviel is het nu ook Guang Yuzhou. Dat is pijnlijk voor de Chinese coureur in zijn thuisrace. Wilt hij niet hebben. We zitten in ronde nummer 17 van de race. Nog 3 rondes te gaan. En hier is een herhaling wat er is gebeurd met de thuisheld. Ik denk dat de Ferrari motor ermee ophield. Of een versnellingsbakprobleem. Hij parkeert hem al heel snel langs de kant. En rijdt hem gewoon niet naar de marshal toe. Staat gewoon stil op de baan. We zitten in ronde nummer 18 van de race. Nog 2 rondes te gaan. Als we daar wat te wijd schieten. Daar schoten we wat rechtdoor. Dat ziet Verstappen die hier kan aanvallen. Sainz, Leclerc en Russell allemaal op die harde band. Wat kan Verstappen hier? Die volgt dezelfde strategie als mijzelf. Kijkt er naar de buitenkant. Kan er niet voorbij. Maar hier dan misschien. Aan de binnenkant. Jazeker, dat doet hij. Maar wij vechten hier terug. Remmen laat. Verstappen pakt de leiding af. Ben nog 2 rondes te gaan. Wij hebben hier een betere exit. En kijk hier naar de buitenkant. En dat is een touché met Verstappen. Die daar heel veel secondes gaat verliezen. Groene vlag wordt gezwaaid. Max terug op P2. Gat is nu 1,8 seconden. Ben nog 2 rondes te gaan in de race. Herhaling wat er zo net is gebeurd. Max hier een aanval probeert. Kan er niet voorbij. Dit keer wel aan die binnenkant. Is vele malen sneller. En pakt de leiding af. Wij proberen laat te remmen.
schieten daardoor, kunnen hier achterlangs terugkruisen bij onze landgenoot. Hebben hier een betere exit daardoor. Ja, en wij doen wel een beweging naar links om Verstappen af te knijpen. Max geeft zich niet gewonnen en dat betekent een touché dus tussen beide landgenoten. Sainz dus op P3. Ziet het gat naar Max dus slinken. En we zitten in de laatste ronde van de race. En dan gaan we hier de wedstrijd winnen. 2 uit 2 met als snelste race onder punt. Voorlopig de volledige score gepakt als coureur. Jammer van Häkkinen. Maar goed, dat geeft niks. Op naar de volgende wedstrijd. Race win and your second race win in a row. Fantastic job. It's a performance to be proud of from our Chinese Grand Prix winners today. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. I'm thoroughly exhausted after the excitement of the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Nou, hier wordt dan dus de race-uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus ook de tweede race van het seizoen met als snelste race op het punt. Wat betekent voor ons een 100% score nog steeds. Max 2, Sainz 3. En twee uitvallers, Häkkinen en Guanyu Zhou. 52 punten hebben we in totaal verzameld. Constructeurskampioenschap, niks veranderd. Nog steeds derde achter Red Bull en Ferrari. 19 punten hebben Sainz en Verstappen achterstand op ons. Häkkinen nog steeds 0 punten. Moet echt iets aan gaan gebeuren. Jammer van vandaag dat hij uitviel. En Piastri pakt zijn eerste punt voor McLaren. Dit seizoen doet hij goed. Verschoor helaas 11e. Rivaal breakdown met mezelf en Max. Plus 5 voor mij, plus 3 voor Verstappen. 13 tegenover 9. Met nog 5 rondes te gaan, dus dat zit wel goed. Even door naar het team McLaren. Dat is ook allemaal in orde. Dan door naar het sponsorgeld. $1,38 miljoen erbij. Goed gedaan. Häkkinen heeft helaas $25.000 misgelopen. $100.000 erbij. In totaal op de bank hebben wij nu $29,91 miljoen. Oftewel ongeveer $30 miljoen. Ik zie ook heel veel updates binnenkomen. Dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je een leuk vond bij ons nieuwe game kanaal. Abonneer je voor meer wekelijkse My Team Karelman content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gewoon met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.